Ja, ga door, Ivo. Ga door. Kom op. Baan naar boven. Daar zit de Brian in. Kom op, Jan. Daniel, kom op. Klaar met je opschuiven. Het gaat niet breken. Kom op. Terug naar die groep, kom op! Nederland wonder naar 150 meter. 5 meter in de wedstrijd. Voorsprong van de leider. Onder de 150. Ja.
kop. Run! Hoi Jan! Zo. Waar is het kopje? Volgens mij zit hij erop. Hallo Jan! Wacht hoor, we proberen weer aansluiting te krijgen. Kom op! Allee Ton! Stukkie, kom op! Ja, dan wel die twee steeds hoor. Ja, de vijf is net nog maar een seconde of tien hier. Ja. Op die andere billen. Je gaat hem terugrijden, ja hoor. Je moet ook niet echt doorrijden. Ja, ja. Hopen ze daar wel achterin, dat is één laatste ding. Over een huis. Jan! Kom. Dat is gelukt. Zonder kruid. Hans Kruijs of Jon Zuidman, dat zijn de beide koplopers. Die moeten hier die laatste meters in gaan. Komen ze naar het kruispunt toe. Hij gaat op de pedalen, kijkend, glurend. Die mannen die gaan het halen met z'n tweeën. Ruime voorsprong. Komen ze. Ja, ja. Wanneer gaan die sprint inzetten? Wanneer gaat het overeen komen? Komen ze. Komt er nog een sprint of komt er geen sprint? Wachten tot het allerlaatste stukje. Maar dan komen ze. Ja, ja. Op die streep af, dames en heren. En die allerlaatste meters gaat winnen. Natuurlijk de bal nummer 15. Hans Kruijs eerste. En dus niet Josse Wout met de 47 minuten doorgekregen hebt, maar 49. En dat zullen we dadelijk gaan bekijken wie dat voor wie is. Krijgen hier de mannen. Want van de baas van Stijn, of wie is dat die er vooruit komt? Gaat hij de sprint aan? Gaat die laatste meters nog eventjes meepikken? Wil op het podium komen? Bijzonder mooie sprint. Uit het podium weggeschoten. En dan komt ook dat de hele ploeg hier over de streep in van de B-amateurs. Mooi, hè?